Ook voor Sneek is het uit de competitie nemen van WKE slecht nieuws. Kost de Vriezen 4 punten in de strijd tegen degradatie. Enige voordeel is dat er geen rechtstreekse degradant is. Alleen nog maar een nacompetitieplek. In het begin van de wedstrijd, 4e minuut, de kopkans voor Koen Beren. Hij speelt. El Yacoubi niet fit genoeg om in de basis te starten. Tamires was te laat. En daarom speelt jonge Tim van Soest in de punt van de AVO. 6e minuut van de wedstrijd. De bal voor de voeten van Erolind Derguti. En die zet thuisclub verrassend op een 1-0 voorsprong. Goed voorbereidend werk van Frederik Jong en Opoku te laat. En ook Box, de doelman, heeft geen antwoord op de schuiver van Derguti. Haarmans. Vrijheid. Alle vrijheid voor een voorzet. Laag. En Beren weer. Maar de redding is van keeper Kevin van der Meulen. Meteen uitverdedigen. Lange bal. En dan op het hoofd van Verdam. En die raakt dan met zijn arm Frederik Jong in het gezicht. Pijnlijk. Maar geen opzet in het spel. Krijgt een bemoedigend tikje van Danny Hols. En ook Donorio, de scheidsrechter, komt even polshoogte nemen. Of het allemaal wel gaat. En hij kan de wedstrijd vervolgen. Velds. Alwin Velds met Beren voor zich. Draait zich handig vrij van de aanvaller. Kan dan ook nog met een voorzet komen. En dan van dichtbij wordt hij simpel ingetikt door Tjeerd Andringa. En zo komt SWZ uit Sneek op een 2-0 voorsprong na 34 minuten spelen. Het is niet goed wat HFC daar laat zien. En de voorsprong voor de thuisclub is verdiend. Opoku dan naar Samsin. Komt er nog een antwoord voor de pauze van Koninklijke HFC? De voorzet is aardig. De bal valt voor de voeten van Opoku. Maar dat is een lastige bal die hij niet weet af te drukken. Zit in de slotfase van die eerste helft, die dus niet goed is van de kant van de Haarlemmers. Uitverdedigen is ook niet al te best. Een beetje rommelige fase zo vlak voor rust. Kastien pikt de bal op. Kan de bal voorttrekken en weer daar de kans voor Koen Beren, de derde. Maar opnieuw pakt keeper Van der Meulen die bal en blijft de nul op het bord staan voor HFC. Vrije trap nog voor Samsin. Kan daar dan nog door Van Soest gekopt worden? Nou, daar wordt nog wel gekopt, maar niet meer richting het doel. Het is het laatste wapenfeit van een matige tot zwakke eerste helft van Koninklijke HFC. Bij een 2-0 achterstand de rust in. Dat betekent ingrijpen in de pauze. Tamires komt erin en El Yacoubi voor Haarmans en Beren. Zo denkt Mulders de wedstrijd misschien nog te kunnen kantelen. Eerst kans na de pauze voor de jonge team van Soest. Redding van de doelman. Maar de druk neemt toe van HFC. Samsin in de 63e minuut. Jeffrey Samsin. En helemaal vrijgelaten is daar Nigel Castine met de aansluitingstreffer. En er is dan toch nog een klein half uur te spelen. Dat moet nog kunnen voor Koninklijke HFC. De thuiswedstrijd overigens met ruime cijfers gewonnen van Sneek. 7-2 toen maar liefst. Sneek dan weer. Met een aardige kans. Die wordt gesmoord. En in tweede instantie voor invaller Aga Heinz Boersma. Nou, die zoekt het doel te hoog. Vriezen de laatste twee wedstrijden gelijk gespeeld. Daarvoor gewonnen van WKE. Een overwinning die dus nu niks meer waard is. Inmiddels zitten we toch al in het laatste kwartier van de wedstrijd. De keeper voorkomt dat Castien daar gevaarlijk kan worden. De tijd dringt voor de ploeg van Mulders. Tamires maakt vaart. Ingooi naar El Yacoubi. Met de voorzet, de bal blijft daar hangen en nog altijd niet weg. En zomaar vanaf de penalty stip, Castien met zijn tweede van de middag. En de gelijkmaker voor Koninklijke HFC, de vreugde is begrijpelijk. Want eindelijk is die schade uit de eerste helft dan gerepareerd door Koninklijke HFC. Niet eens een makkelijke bal, maar hij schiet hem goed binnen, Nigel Castien. Komt er dan nog een winnaar in dit duel of blijft het hierbij? De redding van Box. Op het schot van Derguti. Natuurlijk wil Sneek nog wel. Maar de ploeg zou toch eigenlijk vooraf hebben getekend voor een gelijkspel tegen de koploper. Zo pakt HFC uiteindelijk toch nog een punt. Dankzij die twee goals van Nigel Castien.